Motherfucker! Stop nou eens! Hallo mensen! Mijn naam is TheMattLuigi en welkom bij een hele nieuwe... Waarom is de muziek zo zachtjes? En welkom bij een hele nieuwe aflevering van MOTHER 3! Deze aflevering van MOTHER 3 gaan wij dingen doen. Niet zomaar dingen. We gaan met de epische confrontatie. Nee, we zijn nog niet bij het eind van de game. We zijn bijna bij het eind van de game, wat super grappig is. Maar nog niet helemaal. Dus daar moeten we nog heel eventjes naartoe. Ik heb heel eventjes gespeeld verder. Niet zo heel lang verder gespeeld om te kijken wat ik moest doen. En je zal zien waarom ik dit... Fucking hell... Motherfucker, ik wil niet meer hier vechten. Ga weg. Dankjewel. En je zal zien waarom het me niet zo lang duurde. Ah, kijk nou, het is een bubbel. En wat gebeurt er dan? Wow, het is Fassad. Daar komt die man hoor. That's one year and eight is... Het is fucking grappig. Oh, what a pleasure it is to see you again. No, wait. Long time no see, Fassad says. I say to you, for I will now give you thoroughly destructive damage. He goes on to say... I have been remade into an incredible, fiercely powerful and dangerous ultimate weapon. Therefore, I will absolutely, unquestionably be victorious over you, is what Fassad says. What's more, I will put an end to your tale. I will give you damage, and then provide you even with more damage, until you are soundly defeated, is what Fassad says. Fucking grappig. Now then, here I come, Fassad is now ready to fight. Here he comes. Yay, boss battle met Fassad meteen. Oké. Dat gaat leuk worden. Miracle, Fassad, suddenly attacks. Hij heeft een heleboel fucking horns. Oké dan. Hoe gaan we dit doen? Ik denk dat we maar gewoon onze goede oude defense moeten doen. We doen gewoon eventjes een lekkere defense up. En dan doen we een... even kijken... offense down, dat is wel goed. Dan doen we met jou. Werkt. Smokebomb? Waarschijnlijk niet. En dat doen we even sniffen om te kijken wat hij precies weet. Wat doet de smokebomb? Couldn't stop crying. Oh nee, dat is zielig. But he did smell like anything. Oké, dus gewoon een BA aankutten, dan komt het vanzelf goed. Dat is altijd mijn strategie. Motherfucker, ik kan zijn speciale technieken niet meer gebruiken. Dat is fucking gemeen. We doen maar een PK freeze dan, denk ik. Als dat misschien goed is. En dan gaan we hem gewoon helemaal kapot maken. Komt helemaal goed. Denk ik. Oh, dat doet lekker veel damage. Oké, dat moeten we gewoon blijven doen. Hij doet nog een keer dat gebeuren. Dat is onaardig. Waarom doe je dat nou weer, joh? Ah, nee. Kirby Boy is dood. Fucking hell. Dat is kut. Hopelijk is hij bij een dood, maar waarschijnlijk niet. Madboy, wanneer ga je eindelijk weer eens even normaal doen? Secret Herb, werkt dat misschien op jou? Misschien, ik weet het niet. En dat doen we gewoon aan blijven vallen. Oh, is hij dood? Oké. Nee, nog niet. Hij is bijna dood, denk ik. Hij is helemaal boos. Oh jee, dat is niet goed. Hij is serieus nu. Oh nee, hij is niet serieus. Oké, Kirby Boy is in leven. We moeten eventjes zorgen dat hij zijn HP weer krijgt. Ja, oké. Maar nu is mijn vriend bijna dood, mijn hondenvriend. Die moeten we eventjes gaan helpen. Even kijken, live uppie bij iedereen dan maar. Dan denk ik weer zo eentje. Ja, gewoon hem fucking weer smokebom op gooien en gewoon slaan. En ik hoop dat er snel genoeg... it didn't work. Ah, dat is gemeen. Ik hoop dat Pimby niet meteen dood gaat nu. Dat zou ik... Oh, Pimby gaat dood, Pimby gaat dood. Kom op, Madboy. Madboy, kom op. Heal Pimby. Heal Pimby. Heal Pimby. Kom op, snel. Snel, die kutanimatie. Heal Pimby. Heal Pimby. Ja, holy shit. Pimby was bijna dood. Ik bedoel, zoveel doet Pimby niet voor me. Maar het zou leuk zijn als hij hier kon blijven. We doen eventjes nog een fucking defense uppie bij ons, joh. En dan nog een PK freeze en dan ga je iemand doodmaken. Weet je, Madboy is voor mij gewoon de support character. Hij is niet echt iemand die aanvalt, hij is gewoon meer voor de support. Ik ben wel comfortabel daarmee, ik weet niet hoe jullie dat vinden. Maar ja, voor mij is hij gewoon lekker gezellig zo. Onze defense gaat helemaal omhoog, dat is goed. Fucking hell, fucking hell, fucking hell, fucking hell. Deze girl gaat dood, deze girl gaat dood, deze girl gaat dood, deze girl gaat dood, deze girl gaat helemaal dood. Fucking hell, fucking hell. Stop, 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 stop. Oké, goods. Fucking, fucking grilled chicken. Nee, kut. Fucking hell. Ik kan hier niet goed tegen. Kom op, snel, 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 snel. Ga, 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 ga. Ga, 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 ga. Ga, 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 ga. Ga, ga, ga. Deze girl gaat bijna dood. Als deze girl nu dood gaat, is dat heel kut. Nee, stop, stop, stop. Hou op met de mortal damage en heal gewoon fucking deze girl. Snel, dankjewel. Oké, toppie, toppie. Dat gaat goed. Dan gaan we nu de fucking live-up bij iedereen doen. Zo. Dat doen we bij jou, de PK voor dat kan ze niet meer. Oké, dan gaan we gewoon zo snel mogelijk op A drukken, want iedereen gaat dood. Ik weet niet waardoor we healen, maar iedereen gaat dood. Dat is minder. Dat wil ik niet. Volgens mij gaat het goed, ik weet niet. Ah, hij heeft heel veel geel. Dat is echt heel wat minder. Hoe de fuck heal ik deze status effecten? Ik gooide alles op, maar niks werkt. Het is echt heel vervelend. Echt heel vervelend dat ik gast blijft maar healen. En ik kan niks doen, want ik wil mijn fucking... Ik wil de hele tijd proberen fucking deze magic pudding aan fucking deze girl te geven. Alleen, om een van de redenen doet fucking... Oké, nou hebben we eindelijk wat meer fucking spul. Dat is handig. Dat is echt heel handig. Nu kunnen we een beetje aan gaan vallen. Even stranger? Dat is niet goed. Waarom guard ze? Oh, dit fucking effect neukt echt alles wat ik doe. Ik weet niet wat het doet, maar het doet niets goed, niks goeds in ieder geval. Wat? Wat? Waarom doen jullie dit? Doe gewoon eventjes normaal. Wat is... Doet refresh niks? Hoe kom ik... Hoe heal ik dit status effect? Fucking hell, Madboy, heal jezelf nou. Waarom doen ze zo raar? Zo fucking vervelend. Oké, gelukkig een live-up. Holy shit, dat was echt heel close. Oké, ik heb wat onderzoek gedaan. En ik heb dus uitgevonden... Nee. Ik heb uitgevonden... dat... Madboy mensen kan healen door dit te gebruiken. Dus dat moeten we maar eventjes doen. Ik had dat veel liever eerder geweten, maar oké, boeien. En dan gaan we jou gewoon nog een nieuwe PK freeze doen. Ik moet wel die dingen gaan beginnen met healen, maar ik heb niet zoveel magic spullen. Dat is een beetje jammer. Nee, we gaan wel aanvallen, dan komt het wel goed. Gewoon blijven aanvallen, jongens. Hij komt de hele tijd met die fucking luxury bananas. Het is zo fucking vervelend. Het is zo fucking vervelend. Motherfucker! Stop nou eens! Kom op, ga nou dood. Oh, dit is zo vervelend. Zoveel weet. Ik moet denk ik gewoon even dood gaan en dan... Oh! Oh! Ik heb hem! Holy shit, ik heb hem! Oh, dat was Dat is veel experience points. Holy fuck. Dat was zo close. Ah, Fassad is dood. Is snel voor eeuwig dood? Ik hoop het wel. Ja, au, 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 au. I will not translate this part. The reason being that these words are not but simple sounds. You have bested me, kind sirs. Actually, no, you did not best me. You are merely detestable. I am sick of all the fighting. Very extremely sick of it. This is all just a game. You could call it Master Porky's Game. Ben ik Master Porky's? Want ik heb deze game. En ik speel hem. Wow. Misschien is dit gewoon Modder 3 die zegt dat alle spelers van deze game fucking varkens zijn. Kan. You people are all stuck inside a game. As for me, I may have been removed from it. But I am still not sure. The flames of my life are in danger now. Het is wel echt dat we... Want ze praten hier natuurlijk dubbel. Ze bedoelen, jullie zitten allemaal in het spel van Master Porky's. Maar jullie zitten daadwerkelijk ook in Modder 3. Het is fucking grappig. Het breekt gewoon de hele vierde muur. I do not think we will ever meet again. Oh nee, Fassad, ik hield van je. And not just in battle is Fassad states. He also adds in very faint voice. Nee, Fassad is now going plummet. Zegt gewoon heel simpel en doeg. Nou, die is dood. Gezellig. Die robot kan het gewoon niet geloven. I am an interpreter. But now that Fassad is gone, I am no longer needed. Gaat hij gewoon lekker weg, joh. Of hij ontploft. Please do not chase after me. Goodbye. Oké, doeg. Was gezellig. Dat was heel close. Holy shit. Oh god, wat gebeurt er al? Waarom zijn mijn controls helemaal anders? Oké, nou is het weer hetzelfde. Ik ga even een save state maken. Voordat ik al deze progressie verlies. Dat was een moeilijke battle. Holy shit. Oké, we moeten maar eventjes gaan healen. Maar dan weet ik niet wat we voor de rest nu moeten gaan doen. Oh. Oh nee, ik dacht dat ik had zien begon. Moeten we naar Master Porky's gaan? Is dat een ding? Empire Porky. Oh, we kunnen duidelijk hier niet langs nu. Oh god. Oh, het is een prostituee. Hallo mevrouw. Welkom, I heard Mr. Porky that you would be coming here. He says you're quite strong in one another way. Oké, gezellig. Maar hoe kom ik... Oh god, ze blokkeren me weg. Hoe kom ik verder? Is dit gewoon een slimme manier van ze om me naar de juiste plek te laten gaan? Zou kunnen. We gaan gewoon hier naartoe. En dan zien we het wel, joh. Porkers! Ik ben er! Oh, hallo. Oh, what is this wave? It is a Madboy. I've come here to study up and Master Porky, our great leader. Oké. Mag ik met meneer Porky praten? Welkom, smell. The elevator repairs are finally finished. Please feel free to take whichever floor. Oké, dus dan gaan we naar Porky toe. Ik weet niet of dit de final boss is. Ik neem aan van niet, want volgens mij hebben we nog een aantal hoofdstukken om te gaan. Maar we gaan in ieder geval wel eventjes wat spullen halen. Oh, we hebben geen geld. Oh, dat is wat minder. Oh, dat is zeker wat minder. En we hebben ook geen magic dingen. Even kijken hoor. Wat kan ik dan... Oh, god. Ah, god. Misschien moet ik heel eventjes daadwerkelijk op zoek gaan naar een plek waar ik makkelijk geld kan verdienen. En het eventjes kan... Ah, kijk, hier kan ik even healen. Dat is in ieder geval handig. Maar daarna ook kan kijken of ik wat geld kan verdienen. Dan ben ik zo bij jullie terug als ik wat geld heb en dan ben je... kan aankutten. Hey, is dit niet onze slang? Ropesnake! Oh, I thought you could walk by and ignore me, huh? You're so cold-hearted. It's me. I used to be known as Ropesnake. Don't tell me you forgot. Well, I haven't forgotten. I'm really close to becoming a behemoth of a snake now. I'll be a monster of a snake, and you guys be you guys. Together, we'll be unstoppable force. Just you wait. It won't be long, dear friends. Whoa, hey, are you even listening to me? First, have a good new year. Hey, are you listening to... Ah, dat is leuk, Ropesnake. Nog steeds. Niemand geeft een neuk om die man. Ik zoek even een plek waar ik snel... I guess dat ik terug kan naar de sewers. Zodat ik daar een beetje verder kan trainen. En items kan verzamelen. Zodat ik die weer kan verkopen. Dus ik denk dat ik dat eventjes ga doen. En daarna gaan we naar Porky toe. Ik denk dat dat een heel goed idee is. Al zeg ik het zelf. Ik heb het zelf bedacht natuurlijk. Hè? Oké, ik heb een beetje getraind. Madboy is nu level 64. Deze girl is nu level 65. Kirby Boy is level 63. En Mr. Pimby is level 62. Deze girl had ook nog een nieuwe PK move geleerd. Ik denk dat dat goed genoeg is om, zeg maar... Ik bedoel, alle monsters brengen voor ons nu weg. Dus ik denk dat dat goed genoeg is om tegen de boss te vechten. Tenminste, ik weet niet of het nu een boss is. Alleen, ik heb geen spullen gekregen. Dat is een beetje jammer. Dat was wel een beetje het doel, dat ik geld kon verdienen. Maar weet je wat? Ik denk dat we wel sterk genoeg zijn. We hebben wel genoeg spullen en zo. Ik denk dat het wel goed komt. Dus ik ga even terug naar Porky toe. En gaan we daar een beetje aankutten. Dan zien we wel hoe het daar gaat. Oké, dan gaan we eventjes lekker naar boven. Wat denk je daarvan? Right, let's go. Ik weet niet wat er nu gaat gebeuren, maar we zullen het zien. Hey nou, you're sort of in the way. Ja, maar wij willen ook gewoon erin. This elevator broke, so I rushed to fix it. For some reason, it wouldn't stop at the concert hall of the 24th floor anymore. But it works fine now. Wait a minute, you weren't thinking of going to the 100th floor, were you? Jawel. Oh, then I apologize. The repairs I just made allowed the elevator to go to stop at the 24th floor for a concert only. Dus het probleem was dat hij niet naar de 24e vloer wilde. En je hebt hem gefixt dat hij alleen maar naar die gaat. Oké. Dat is handig. Waarom ook? Waarom ook? Ach ja. Daar gaan we. Oh, dit klinkt eng. Huh? Oh, oeps, sorry, ik klikte op ongeveer het scherm. Ik wilde mijn OBS weer pakken. Wat is die man aan het doen? What? Aren't you lucky? The best player for the DCMC? Sweet luck is back! That incredible bass line is finally back! Let's go, Mr. Lucky, let's go! Waar de fuck heb je het over? Ik bedoel, ik weet nog dat wij... Maar waarom weet jij dit? Hurry, hurry! Oh, zijn onze bandvrienden hier gewoon? Zijn die hier gewoon aan het kutten? Is dat een ding? Ik weet niet... Hey, is het de man die we hebben verslagen hier? Wat doet hij nou hier? Oké, nou zijn we hier. Gezellig. Lucky! Long time no see, you bum! Long time no see, man! We've been having some pretty okay concerts on our own since you left. But with you here, it's gonna be like wow! Lucky, I miss you so much! How have you been? Lucky! It's so good to see you again! Waarom zijn jullie hier? All living things in these islands have been gathered here in New Pork City. A great, undefinable power has prepared a festival for the end of all life. Oh, dat zeg je heel casual. We can see through the Porky's guy's shallow brain plans like they're nothing. Why is that, you ask? Cause we're so drunk on our music that he can't fool us with his nonsensical crap. Fucking hell. I don't know who Pork guy is. But with all 5 DCMC members back together, nothing can scare us now. Well, if I think about it really hard, maybe I can think of something that can scare us. But no, nothing can scare us now. Fucking grappig. Jongens, we gaan allemaal dood. Snap je het toch ook wel, hè? Hey, Lucky. Let's get our worries and just enjoy the music like the old days. Ja, maar dat kan toch niet? We moeten de wereld gaan redden. Nee, ik ga die afro niet meer doen. We even have your afro wig all ready to go. Oké, nou, let's go. Een afro wig. Put it on. Ja hoor, tuurlijk. Huppakeetje. Afro Kirby Boy. Let's go. Oké. Ja joh, ga lekker kijken naar deze cutscene. Hoef ik niet meer te controleren, dat is handig. Nou, daar gaan we jongens. Moet ik meezingen? Ik hoop het wel. Dan kun je mijn mooie zangkunst horen. Wauw, ze vinden dit echt hele mooie muziek, of niet dan? DCMC, let's fucking go bitches. Daaraan zo hoor. Alright everyone! This may be the last time you ever get to hear us play. And this might also be the last time you ever get to perform. Ja, omdat we allemaal doodgaan. To all you wonderful music lovers who've gathered here on this special day. You're the greatest happiness of all. Tonda Gossa, we're gonna rock you until you drop, no? We're gonna rock until everyone drops. We're gonna do this thing non-stop, let's do it. Gewoon de hele tijd lekker chillen en muziek maken totdat we allemaal doodgaan. Echt heel erg deprimerend. Wel lekker muziekie. Dit is gewoon de finale van de game, wel geen eens een... gewoon geen eens een bos van Porky. Dit is gewoon waar we allemaal doodgaan. Zo, het liedje speelt, het einde komt, dan gaan we allemaal dood. En dan krijgen we een van de rare aftiteling of zo. Oh god, wat is het fucking warm hier. Mm. Ik heb eens als keer streamwater bij de hand. Het is geen stream, maar ik heb hem wel. Sowieso, het is wel lekker muziekie, dat wel. Oh yeah. Oh yeah, lekker muziekie, wow. Het kut is, ik kan hier niet echt iets over zeggen. Weet je. Ik kan niet echt commenten hierop. Geen commentaar geven, dat is een beetje jammer. Misschien ga ik het deel eruit knippen. Ik weet niet, maar ik ben lekker aan het rocken. Oh yeah. Beste concert ooit. Okay, het is klaar. Tonda Gossa, thanks everyone. Let's move right on to the next song. No break. Wat? Maar waarom? Waarom? Oké, weet je wat? Ik kom bij jullie terug als dit klaar is, weet je? Als er weer iets interessants gebeurt. Dan geef mij een excuus om mijn ventilator aan te zetten. Want die hou ik uit tijdens opnames. Alleen het is fucking warm. Dus ik zet hem nu even aan. Tot zo. Zijn gestopt. Tisk, tisk, tisk. Looks like someone stopped our concert by force. Okay. Attention, attention, all goody two-shoes inside the Empire Porky building. The final game has begun. Please gather up what puny wisdom and feather courage you have and come to the 100th floor. Oh, nee. However, there's no guarantee the elevator will work how you want it to. Well, I'll be waiting for you on the 100th floor. Nou, dat is gemeen, fucking Porky motherfucker. The concert could stop, but we ain't glum. We got luck on our side. We've always had dumb luck on our side. Tonda Gossa. Do you really think the concert might not have been stopped? Had we played Porky's Lullaby Song or something instead? Madboy, was it? We leave luck in your hands. Oh no, wait, I mean Kirby Boy. I forgot, he's not lucky. You're the only bassist the DCMC can ever have. Without you, we're without a bass. Bass. Oké, let's go, dan gaan we dat doen. Dus ja, waar moeten we dan heen? We moeten gewoon lekker verder. We gaan het wel zien, joh. Maar dit is eigenlijk misschien wel een goed plek om deze aflevering te eindigen. Ja, dan gaan we gewoon volgende keer... Want ik denk dat we bij het einde zijn. Ik bedoel, we gaan naar Porky toe. Ik weet niet hoeveel chapters er zijn. In ieder geval mensen, vonden jullie deze video leuk? Geef dan een like. Abonneer zou ook al leuk zijn. Volgende aflevering gaan we lekker shizzle doen. Dat wordt helemaal cool. En gaat goed worden. En zie ik je volgende keer weer. Bye bye.